Ja, een wedstrijd met alles op en eraan, denk ik. We starten voor mij wel goed. We hebben Kozakke Boys in de tang. We krijgen een terechte penalty. Moet ik erin schieten. Maar die gaat helaas mis. Daarna blijven we aardig doorzetten. Uit het niets komen ze eigenlijk op 1-0. En ja, daarna waren we best wel van de leg. Dat zag je ook wel. Maar we hebben wel geknokt eigenlijk voor, tot de laatste minuut. Zij gingen vanaf minuut 45 voor mij al tijd trekken met een punt. Ik snap het niet. Maar ja, wij hebben gelukkig wel loon naar werken gehad. Ondanks dat de tweede helft geen goede wedstrijd was. Ja. Plan B werkt bij jullie wel? Plan B werkt zeker. Wij gaan lange ballen spelen en 3-4 man voorin. En zorgen dat de tweede bal proberen gewonnen wordt. Nou ja, daar scoort Dien van Nooy een mooie goal, denk ik. En terecht 1-1. Ben je daar uiteindelijk blij mee? Kan je ermee leven? Of bouw je nog steeds van dat je niet gewonnen hebt en niet meer de koploper bent? Nou ja, baalt dat je er niet meer de koploper bent, want je hebt het niet meer in eigen hand. Maar goed, als je dit weer toch weer veerkracht toont, dan ben ik daar wel trots op de ploeg. En ja, je had ook zomaar als koploper de laatste wedstrijd in kunnen gaan. Dat is niet gebeurd. Heb je nog het gevoel dat het goed kan komen? Nou ja, HC heeft voor mij nog een kans als zij winnen en wij verliezen. Dus ik knallen er bovenop bij Katwijk, want dat zal ze niet laten gebeuren als wij eventueel geen punten pakken bij Spakenburg. Dus misschien worden wij dan de lachende derde als wij ons punten pakken bij Spakenburg. Dus ik heb eigenlijk nog wel stiekem vertrouwen in, ja. Het enige nadeel van deze middag is zeg maar wat er na afloop allemaal gebeurt. Heb jij daar enig zicht op gehad? Nee, gelukkig niet. Wij waren met z'n allen buiten. En ja, ik zou Kozakke Boys niet in een kwaad daglicht willen zeggen, maar volgens mij is het niet de eerste keer. En vrijdagmiddag wordt de KNVB, draait even de pinkjes terug met dit soort incidenten. Nou ja, 24 uur later is het weer raak. Zeg denk ik wel genoeg. Ze komen als het goed is de KNVB morgen met een verklaring waarom ze dat teruggedraaid hebben? Precies, net op tijd. Ja. Oh nee, net te laat. Yeah.